Ik is Martha de Wit. Hoi, vandaag is al die wasdag. Kijk net hier die mandje vol van wasgoed wat nou gewas moet word. Daar is allerhande goed in. Daar is... overalls. Hemde. Onderbroeke. En nog baie meer. Dit is allemaal nie een lekker werk nie. Maar iemand moet het doen. Soos die bediende. Nou hoe nou gemaak om jou vel wasgoed witter as wit te kry? En belangriker nog, om jou witgoed witter as wit te kry. So die hier wit. Jy sien die vlekke op witgoed so gauw. Vat nou maar bijvoorbeeld... vat nou maar bijvoorbeeld hierdie witte. Ai, hy was eens so mooi wit. Nou is hy vol bruin moddervlekke, swart mamaklekke, selfs geel kerryvlekke. Hoe nou gemaak? Om die bruin en die geel, en vooral die swart, uit ons witgoed te kry. Op swart sien die mense die vlekke so gauw raak. Vat hem maar bijvoorbeeld. Vat hem maar bijvoorbeeld hierdie swarte. Slechte vlekke is onzichtbaar. Beteken dit dat daar al die vlekke is nie? Vooral wat ons het, het alles swart goed klompvlekke op. Wat de mens dink nie. Maar terug naar die witgoed. Dat is al waar ek vandag op praat. Dit is die belangrikste. Die nare vlekke op ons mooi witgoed. Nou vandag het ons... nou vandag het ons een nieuwe product. Slechts witgoed waspoeier. Van is slechts vir witgoed, maar ook net vir slechte witgoed. Ja, slechts witgoed, hè. Soos die strand en die toilets en die spurs verhoud, jy verstaan wat ek bedoel. Maar in elk geval, hoe nou gemaakt? Ek gaan nou vir julle vertel. Jy maak die doos oop. Binnen is een allerhande interessante leerstof, pamflette en bronze. Jy is nie alles weg, man, jy weet nie alles van witgoed af nie. Jy is maar gerust. Nou onderin is die waspoeier. Dan maak jy nou vir jou een mengsel van slechts witgoed waspoeier aan. Blij dat ze dit sommer al klaar gedoen. Blij dat ze dit sommer al klaar gedoen. Nou vat jy op een vlekte witgoed. En jy doop het al uit. En dan, jy werk om die ding, jy werk om om die ding. Ja, om en om, dat hard werk. Geef om een bykie elbow grease, jy werk om. En dan, sien daar. Oh, hy is nog heeltemal dit nie. Dan werk jy om maar weer die ding, werk om daar sê. Maar moeilijk vir wit vrouwe Afrika. Ek doop het goed. Ek kyk nie of jy witgoed wit is. Seker nog nie heeltemal wit nie. Maar ek kyk nou maar weer, om en om. Vir een voorbeeld, die kleine is nou hier vir ons een t-shirt afgesit. Dat is sy. Dit is nou een goeie wat goed moet lyk. So moet het lyk. As jy hom nou na alle lange gesikkelie so kan kry nie, dan moet jy maar daai.